Heb je nou gewoon een chocoladecroissantje? Ja. Nou, dat vind ik niet normaal. Heel lekker. Ik dacht jij noemt het van chocolade. Ik ben ook gemaakt van chocola. Nou, normaal. Ja, ik heb een lekker hapje dan. Het smaakt toch hetzelfde of niet? Ja. Nou, we gaan vandaag even lekker een dagje de stad in, gezellig. En we gaan daar ook even lekker lunchen ergens. Eten, want ik heb zwaar honger. Momenteel, ik denk alleen maar aan eten. Ja. We gaan even lekker lunchen. Toch, schat? Moet je, het is echt lekker. Nee. Ik heb hier een broodje. Wat gaan we eten? Ja, weet je. Weet niemand. Maar laat zien hoe je het aangeeft. Is het er zo mooi uit gemaakt? Nee. Laat zien. Oh, wow. Ben je een Afrikaan? Nee, Ibizaan. Ibizaan, hè? Mm-hmm. Ik ga straks kijken op Google of dat, dat bestaat zo. Schat, dit is jouw broer ook hier. Ja, laat zien, juist. Hm? Kan niet zo laten zien, toch? Lijkt wel een beetje op jou, schat. Ja. Ja. Ben je dat ook? Wat? Ben je dat ook? Je hebt veel kwaliteit, maar daar denk ik niet. Nee? Oké, moet ik mijn krabben? Ja. Hoor deze. Ja, 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 ja. Leven dat we leven niet is, leven van de straat. Nou, maar schat, jij hebt weer fans. Ben jij niet die ene bekende broer van die? Nee, dat ben ik niet. Dat is mijn neef. Dat is mijn neef. Ja, fans, hè? Je draait een papi. Abdommerikotje. Nou, schat, ik heb dus iets bij jou gedaan. Wat jij niet weet. En het is al heel de dag zo, maar je hebt het nog niet door. Dus we gaan even onthullen wat het is. Kom. Oké. Kijk hier. Daar heb je spiegel. Wacht. Doe je kapje af. Kijk in het spiegel. Wat? Ah, je kus? Ja. Wow, joh. Zie je dat? Ik had al door, zeg je dat? Ja, dat eigenlijk niet. Ja, nee, precies. Ik had al lang door. En je hebt het gewoon laten zitten. Wat? Even gewoon lekker. Oké, je mag maar één keer kusje, oké? Maar dat je niet zal. Oké, we hebben besloten dat wij dus lekker mosselen gaan eten. Mosselen, met frieten. Maar waar? Waar? Any suggestions? Yes. Waar? We will eat next door the sea from Antwerp, the Kai. The Antwerp Sky. Do you know the Antwerp Sky? Maybe we can eat in the sea. In the sea. Yeah. So you want to eat in the sea? Yeah, at the sea. At the sea of in the sea. Oh. I think your English is a little bit broke, but it's not a problem. A little bit? I will learn English at you, okay? Your English is not very good as well, my dear. Nou, ik wou dus niet in het reuzenrad. Omdat ik dat dus doodeng vind. Zij is bang, Rick. Zij is bang. Bang. En Odin vindt het niet zo leuk dat hij dus niet... Daar gaat heel traag. Daar gaat zo traag en zo. Maar ik heb zwaar hoog geprezen, dus ik wil daar gewoon niet in. Ik durf dat gewoon niet. Ja. Boah. Misschien moeten we zo'n challenge doen als we over de zoveel aantal stemmen voor hebben dat ik moet gaan. Dat we dan gaan een keer. Maar zelf als we veel stemmen hebben tegen jou, ja, toch niet aan. Jawel. Misschien niet. Geen niet aan. Jawel. Ja, niet aan. Eeuw. Ja. Viezert. Waarom geef je dit aan mij? Waarom bij? Echt een
Wilt u die? Oh. Dat was op. Dat was op. Hij is geen zwerver, hè? Dat is gewoon een man die aan het werk is. Dat is zo, dat is een zwerver, toch? Nee, jongen. Nee, is dat toch? Dat is niet waar. Oh. Hier, dit ziet er ook leuk uit, hè? Maar hier, je kunt daar een... Dedicated Frida Kuil. Ziet er gewoon leuk uit, hoor. Ik denk dat ze daar wel een paar lekkere mossel hebben. Ik heb ook wel een lekker mosseltje. Oh? Ik heb ook een lekker mosseltje. Ja? Ja, in de, friet, in de frituurpan. Frituurpan? Ja. Oh, dat is een mooie hond. Kom eens. Waarom ben je zo bang? Ja. Ik ben never bang. Je bent heel bang. Ik ben never bang. Thanks all die trainers die me ooit zetten op de bank. Thank you. Oh, nog ietsje. Het kan wel wonder dat ik niet heb. Dus we gaan nu even lekker. Kijk wat ze doen, schatje. Kijk, nu gaan ze naar zo'n huis. Ik ben bang. Zou je daarop... Volgens wil ik jou daar boven open zetten. Maar ik doe dat ik, hè? En dan gewoon heel de dag daar laten, hè? Je hebt geen hoofd opeens zoals we. Ik ben bang van een reuzenrat. Hallo, ik ben zwanger. Dat is slecht voor je bloeddruk om zo hoog van de lucht te hangen. Is dat zo? Ja. Oh, het goed. Lijkt niet dat bro. Is dit wat makkelijk? Domme ezel. Wow, een selfie. Een klein selfie. We gaan 3 posten doen. 1, 2, 3, 1. Oké, tweede. En derde. Oké, vierde. Vijfde. En zesde. Oké, kun je nou echt mosselen eten alsjeblieft? Ik heb echt honger. Ik wil nu een lekker mosseltje. Wil je ook? Zullen we gaan mosselen eten? Hoe noemt u ze restaurant? Ik dacht dat je een foto ging maken. De signore. De signore, oké. Okay. Is dat Italiaans? Sa siconi, de signore, come navi. Thank you. En de service ook. Ik denk dat die man heeft een kater, want sinds de reis is hij heel koud. Sorry, is hij heel droog, man. Zwaar droog. Dus droger dan mij bestaat niet, maar weet je gewoon die droger dan mij is. Dus santé, hè. Oké, schat. Ik daag je uit om deze olijf op te eten. Oké, voor jullie recht eten. 1, 2, 3. Mmm, lekker. Oh, maak je niet moeilijk wat precies. Oh, wacht hè. Schat, ik daag je uit om deze olijf te eten. 1, 2, 3. Oh, maar je hebt een reuze honger, jij, jongen. Alleen, jongen. Nee, alsjeblieft, 1 keer. Oké, voor jou, wat ik kan doen is wat deze. Okay. Nee. Nee, ik kan nooit iets zoiets anders. 1 keer. Probeer het. Kom eens, schat. Kijk, dit valt uit je. Zou je deze komen vallen? Nooit. 1 keer. Lekker, hè? Hé, Klim, moet je lekker doen, hè? Heel lekker. En besef, ik heb straks training, hè? En ik ga mossel eten. Want wat een goede vrouw ben je, dus je weet, die man heeft straks training. En je laat de mossel eten. En mij? Zo ben ik. Ik ken jouw soort. Nou hè, ik weet waarom. Helaas val ik op jouw soort. Helaas kan ik een kind met jouw soort. Helaas woon ik met jouw soort. Ik ken jouw soort. Helaas heb ik jouw soort leren kennen op X on the Beach. Ik ben blij dat ik jouw soort ken. Helaas ben ik op stap met deze soort. Maak jullie moe, deze soort van mij. Ja, zo, ik doe niet graag van een boekje, maar ik doe niet graag van dat. Eeuw, ik kreeg onderkin door jou. Kijk eens, schat, wat lekker. Wat smaakt het? Dankjewel. Daar zijn ze dan eindelijk, de mosseltjes. De mossel en de cola. Ruikt lekker, hè? Mosselen. Lekker luchtje. Mosselen. En frietjes. Ja, lekker hoor, schat. Mosselen. Thank you.
Ja, hallo iedereen. Dus Joanie voelt zich niet goed. Ze heeft juist overgegeven. Zwanger zijn is niet altijd leuk. Dat is ook een hel. Hè? Want als een baby schopt, dan is het een heel moeilijk setje voor de persoon die de baby draagt. En Joanie is nu gewoon, zij is gewoon moe. Zij voelt zich misselijk. Ze heeft nu overgegeven. En de baby blijft schoppen. Dus voor alle mensen die Joanie sterkte wil wensen, kunnen het nu doen. Sterkte Joanie. Sterkte schat. Wow. Waarvoor?